vandaag. Dat is heel erg. Met je aura? Ja. Overal waar ik in de buurt kom, heb ik een soort van elektromagnetisch veld om me heen, waardoor ik dingen kapot zijn. Ik heb vandaag 2 computers vermomd. Hier? En, ja, ze zijn kapot. Oh. Ik maak helemaal boos. En bij het postkantoor, nu ook, hun systeem. Ik weet niet hoe komt dat? Ik weet het niet. Ik voelde me weer best wel oké vanochtend, maar nu langzamerhand niet meer. Hey, Zenia, you speak with Jeff from Foam. So I just called a person, so he's here in 15 minutes. So I think I will have only more information like in 20, 30 minutes for you. Yeah? Okay, so you know. Okay? Cool. Okay, see you later. Bye. Yeah. Hoe is het verder met jou? Ja, het gaat wel goed op zich. Een beetje druk. Ik kan niet echt meer handelen, maar... Oh. Ik moet nog even lunchen. Ik zit te denken wat ik ga lunchen. Sushi? Ja, ik zat ook al een sushi te denken, ja. Bij de Albert Heijn. Oh, weet je, die is echt smerig. Nee, ze hebben nu die nieuwe winkel, dat aparte dingetje of zo. Die is wel oké, toch? Oh, die sushi maar. Ja, dat is niet oké. Waar kun je sushi halen in de buurt? Nou, op zich, ja, bij de Albert Heijn daar bij het Rembrandt van Pleiden hebben ze net zo'n sushi maken. Ja, maar ik wil dan vegetarisch. Ja, of je doet gewoon thuis bezorgd. Wat? Dat thuis bezorgd? Ja, op werk bezorgd. Op werk bezorgd? Oh, dat is een goede deal. Dat moeten we doen. En dan kan je wel een hele goede. Dus gewoon alles wat je zelf wil. Ja, ik moet ook op zich nog wel mijn huur kunnen betalen op een gegeven moment. En dan word je ook nog bezorgd? Maar ik vind gewoon tegenwoordig dat ik mezelf iedere dag mag verwennen. Dat gaat een beetje ver. Dat heb jij waarschijnlijk ook. Vind jij wel dat type? Oh, ja. Ik mag wel een nieuwe jurk. Ja, ik mag wel een nieuwe jurk. Ik heb het verdiend.